Yo, what up mensen van Pyromine1. Vandaag breng ik jullie een nieuwe commentary over Black Ops 2. Ja, dit is weer Daan. Ik weet niet wanneer die weer gaat uploaden. Maar ja, ik heb even een goede gameplay uitgekozen. Uit theater. Ik haal trouwens 21 kills en 24 dood. Ik weet niet of dat ik een streak ze haal. Dus ja, dan moet je gewoon even kijken. Nou, de film gaat nu beginnen. Ik zal er ook nog wel even blijven praten. Dat is wel leuker. Nou. Ik speelde dus met de AM94. Ik zal hem weer wat harder zetten. Volgens mij haal ik hem niet. Let's go, let's go. Dus ja. Als iemand toevallig weet hoe je dat onderste eruit kan halen, dat balkje met die kills en de dood, schrijf dat dan even in de comments. Ik ben dan de eerste kill binnen. Voor mij dan, hè. Let's go, let's go. Oh, en dan de 10 cat cage, dus begint goed. Cat cage even gooien, hè. Ik weet niet of dat ik nou dood ga, maar volgens mij blijf ik niet. Ik weet niet welke killstreaks heb ik. Ja, kijk eens goed hoe het op is ofzo, maar ja. Counter UAV. Nou ja, volgens mij gaan we weer beter kunnen capturen. Nou ja, die was heel slecht, dat ik die niet had. Dat was volgens mij gewoon zo'n target finder. En ja, en Finn zit hier trouwens ook in. Dus dan hoop ik niet dat hij dezelfde gaat uploaden. Zelfs de gekste. Oh ja, en ik denk trouwens Hamlet 213. Ja, je zou wel weer denken, wat een gekke naam, dat heeft iedereen. En ja. Ik vond het wel leuk om een aparte naam te verzinnen, dus. Vandaag handel op 2-1-3. Ja. Nou, je zag dus uit de capkits counter. Niet zoveel assisten. Zat hij weer met zijn target finder. Dus. Nou, dan gaan we gewoon bij C proberen, hè. Daar was hij dus. Daar gaan we heen. Target findertje. Ja, zo is het nou helemaal, hè. Dat moet je geloven. Ja, we hebben hier dus Vicent, die had Finn trouwens gehaald. Zelfs de gekste heeft hier Vicent gehaald. Dus. Ja. Dan is het gewoon even een beetje kloot aan. Heb je wel, hè. Met Vicent. Ja, ik pak er aan en daar ook weer. UAV is weer binnen. Jammer voor de kerkpakketjes, maar ja. Dat er nou bij. Dus. Ja, ik ben nog steeds wel een beetje verkouden, maar. Hostiles have destroyed your UAV. Het wordt wel een beetje minder. Dus ja, daar ben ik wel blij, want dan heb ik weer van die slechte commentaries. Dus ja, dat is niet zo goed. Ja, het gaat ongeveer wel weer wat beter. Ja, niet met mij, want met mij ging het dan goed, maar met de stem. Met de verkoudheid. Dus. Ja, misschien praat ik soms wel harder dan andere keren, maar dat komt omdat de vorige keer had ik echt zo'n heel truttig stemmetje. Ja, dat wou ik niet echt. Daarom praat ik wel. Zelfs de gekste, dat heb ik van de vier gehaald. Losing C. Ja, ik zei eigenlijk wel hopen dat zoals de gekste nog niet dezelfde commentaar gaat uploaden. Terwijl, eigenlijk pak ik helemaal de nek uit. Nou, Finn kan gewoon uploaden en dan zie je hoe Finn speelt. En zo zie je hoe ik speel, dus ja.
Nou, dadelijk komen er 4 keer zonder dood eraan. Bijna doen het eerst niet. Ja, ik vind het best wel moeilijk om te halen. Nee, vinden het blijkbaar niet, maar ja. Dat is ieder voor zich, hè. Ik ben ook nog niet zo heel goed. Nou, de ronde 1 is bijna voorbij, dus... Ja, dat wordt even een vlaggetje. Opwachten, dan moet je maar samen. Ik ben op tegen bestaan. De lightning strike is bijna binnen. Maar haal ik hem nog wel? Ik weet het niet zeker. Ja, ik haal hem. Ik weet zeker dat ik hem haal. Volgens mij haal ik hem, hoor. Dan staat de rookmachine. Ik weet niet of je dat ziet, maar een beetje rechtsonder. Zo met de rookmachine, daar ook. Een beetje linksonder. Dus ja. Volgens mij had ik nou al lightning strikes. Ja. Securing C. Ja, lightning strikes binnen. Lightning strike awaiting coordinates. We've taken the lead. Enemy took A. Daar ligt hij. Ik heb veranderd. Dan heb ik 2 lightning strikes. Ja, ik weet niet zeker of dat ik een bloed terug die handen, maar misschien wel. Nou, hier heb ik weer bijna UAV in hetzelfde leven. Nou, ik heb weer UAV in hetzelfde leven, dus dat is. Kijk eens, 750 en 425. Dat is dan. Ja, dan had ik ook steltjes op kunnen halen, dus ja. Wel jammer dat ik die niet heb ingesteld, want dat is een betere scorestreak dan dingen. Dat moet ik eerlijk doen. Ja, ja, daar is die. Ah, het is een loodstar, maar waar ik echt van. Dus ja. Zo is het nou eenmaal. Dat kan je ook echt niet doen, hè. Maar ja, dan wil ik doodschieten. Nu ga ik volgens mij kerkje spullen. En ja, die loodstar. Dus ja, dan ga je zo doen. Nou. Ja, dan staat gewoon voor de uitgang te wachten van... Ja, kom dan. Ik schiet je wel weg. Kom dan. Ja, dat vind ik best wel saai als je gewoon met je fiets op een wasje staat te wachten. Totdat je moet komen. Ja, je schiet even een raket van. Ja, jongen, ik blijf wel schrikken, hè. Terwijl, ik schrik dan niet van. Ik blijf gewoon even binnen wachten, hè. Oh, hij is kapot. Ja, en we kunnen weer. Let's go, let's go. Dus nou ga ik van hier, nou ga ik weer, ja. Nou, bloedslag en alle dingen. Ik haal nog 2 keer. Ja, hier. Die was volgens mij voor mij, die staat op. Ja, je moet er nou eenmaal aan geloven. Zo is het spel. En dan kilt hij mij met mijn eigen steltchopper. Dus ja. Nou, hij is al kapot gemaakt. Daar niks van. Dus ja. Ik vind het best wel mooi. Gameplay dat is geworden. Al 94 vind ik ook zo sterk wel. Dus daarom gebruik ik hem. Ik weet niet of dat je het al hebt gezien. Ik weet niet of dat iemand een gameplay van hebt gemaakt. Alleen, zelfs de gekste, die
hebt Gold op aflevering gekregen. Alleen weet ik dus niet of dat hij er een gameplay van heeft gemaakt. Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Dan word ik gekild. Dus ik kom er even naar de catcage. Nou had ik het niet. Shit. Nou, dan gaan we weer even vechten. En ja, nu ga ik alleen maar dood. Ja, ik vond het best wel aardig. Goede gameplay worden. Securing Charlie. Friendly counter UAV inbound. Nou, zoals de gek staat weer een counter UAV gehaald. En wie doet wie dus? Nou. Ja, het potje is echt over 5 seconden voorbij dus. Ja. Nou, dit was het potje. We hebben dus gewonnen. En ja, ik zeg bye mensen van Pyromining. Abonneer, like, laat comments achter. Daar worden we heel blij van. En we hebben nou 7 abonnees. Bij 10 abonnees gaan we een challenge doen. Een soort van Stuk TV. Bye!